beeld dat mij is bijgebleven uit de opname die wij maakten met de Amerikaanse band Billy Pilgrim is dat van twee gitaarspelende zangers. 1 plus 1 is 3, namelijk gewoon hartstikke goede muzikanten die in heel kort tijdsbestek een stel nummers spelen en dan weer weg zijn. Can we give the run through one song and then I'd like to have you here to listen to the sound over here in the studio because the cans are always less good than the sound over here. Okay. Yeah. Actually, we trust you. It sounds great in here. Sounds great in here. It sounds even as nearly as good as this or better. It's going to sound great. We praten over twee heren, Andrew Hira en Christian Bush. Ze komen samen uit Atlanta, omgeving Atlanta, Georgia. En ze worden ontdekt door het platenlabel Atlantic Records in 1993. En die vinden ze zo goed dat ze meteen een vet contract krijgen aangeboden. Don't guess I could ask for more. The kids are in college, my wife is buying every single dress in the store. Me, halfway to work, halfway home. Me is halfway to work, halfway home. Ze mochten in totaal twee platen maken. Deze, Bloom, dat was de laatste uit 96. En het titelloze album Billy Pilgrim, uitgebracht in 1994. Kort nadat ze dus getekend waren door Atlantic Records. Strange question. Could you ask two cameramen to put off their shoes? Can you guys take up your shoes off? Yes. Never mind. I'm sorry, but we heard a few scratches and. It's an embarrassing question to ask out of the blue, you know. Long before the bridge, sun, just sit a while. Let the whiskey. Het feit dat je bij een groot platenlabel, een belangrijk platenlabel als Atlantic Records, dan een deal krijgt, dat betekent vaak twee dingen. Dat het of heel snel de goede kant of heel snel de slechte kant op kan gaan. In het geval van Billy Pilgrim, het laatste. Ze werden gedumpt in 1996 en dat betekende dat de band het nog wel even probeerde, maar eigenlijk niet meer de adem had om onder de noemer Billy Pilgrim door te gaan. Christian Bush begon een andere band en die bracht hem veel succes. De country band Sugarland. En Andrew Hira, die begon met andere mensen een band, de Smoking Novas. Anno, nu kun je zeggen dat Billy Pilgrim officieel nog steeds niet gestopt is, want af en toe willen er nog wel eens optredens worden gedaan door de twee. Have a beer, actually. Make that too. This place is great. Get me out of here, 'cause I can't live like. My hands will twitch and brain is fries are carrying on in bed. Regelmatig gerefereerd aan die debuutplaat van Billy Pilgrim uit 1994. En het aardige was, nu wij zijn begonnen met deze serie Beeldverhaal, kregen we van een fan uit Nederland te horen dat Billy Pilgrim toch wel een aantal fans had in ons land. En hoe goed die band nou was, ja, dat zie ik ook bijvoorbeeld aan het feit dat wij om 8:08 s'avonds beginnen op 24 maart 1994. En we zijn om 9:06 klaar. En dan hebben we 10 nummers op de band staan. Alle 10 goed. Billy Pilgrim. So it sounds so good in here. We can go for days like a good. We can do like 7 or 8 songs, right? Do a record. Okay, see what you want. This is a very culture. This is directed toward Southern stereotypes in the United States. So it was written from kind of a redneck's point of view. Cruise
cruising around in Amsterdam, I'm hot shit. Yeah, I'm custom built, I'm four-wheel, I'm ready to rock it. This is the wine, women, whiskey song. This is the wine, women, whiskey, pool hall, barroom song. Watch this, guitar, go! Well, I ain't no prophet and I ain't no sage. Just give me some monster speakers and some Jimmy Page. This is the wine, women, whiskey song. This is the wine, women, whiskey, pool hall, barroom song. Smoking. That one was on. There you go. And what a baby, the 12 string. What a beautiful sound. Yeah, I love it. It's all over the record, actually, because it's on probably six of the 10 cuts. Making offer if the price is right. I'll go ahead and play for the rest of my life.